Welkom bij de podcast De Verliescirkel. Ik ben Hanneke Fiddelaars van Expertisecentrum Omgaan met Verlies. En samen met Riet Fiddelaars Jaspers maak ik deze serie. We voeren gesprekken en interviews over verlies op vele gebieden van het leven. In deze aflevering gaat Riet in gesprek met Gijs van der Zanden, journalist en schrijver van het prachtige boek Dingen die je vergeet. Rouwen voor beginners. Als jonge twintiger verloor Gijs plotseling zijn vader en 4 jaar later opnieuw van het ene moment op het andere zijn moeder. Na de eerste heftige rouwperiode pakte Gijs het leven weer op, tot hij rond zijn 30ste vastliep, omdat zijn rouw zich niet meer weg liet duwen. Wat een dertigerscrisis leek, bleek dus uitgestelde rouw te zijn. In zijn boek beschrijft hij niet alleen zijn ervaringen met verlies, maar legt hij ze ook naast bestaande literatuur om antwoorden te vinden op zijn vragen. Hoewel hij als journalist weet hoe dingen te omschrijven, blijkt toch dat woorden tekortschieten wanneer tegelijkertijd je gevoelens eronder gehouden worden. Ik ben vandaag naar Amsterdam gereisd, naar Gijs van der Zanden, van wie onlangs het boek De Dingen die je vergeet uitgekomen is, Rouwen voor beginners. Ik hoor net dat het al in de derde druk is. Ja. Ja, het gaat er best wel goed inderdaad met verkoop, dus dat is fijn. Ja. Dus mensen zijn ook geïnteresseerd in het onderwerp rouw, ja, op jonge leeftijd. Ja. Hè? Dus dat, als ik jou nou vraag, Gijs, van wat is rouw? Ik ben meteen met de moeilijkste vraag. Ja, dat is inderdaad een moeilijke vraag. Wat is rouw? Nou, ik denk dat, dat het sowieso dat het is veranderd hoe ik naar rouw kijk of wat het is. Ik denk dat ik het een paar jaar geleden dat ik rouw nog had gezien als iets negatiefs. Hè? Dus wat ik in mijn boek ook ruis noem, van iets waar je zo snel mogelijk van af moet. En inmiddels kijk ik op een andere manier naar rouw en zie ik het meer als iets wat bij me hoort. Iets wat ik met me meeneem. Dus in mijn boek schrijf ik ook als een dier dat met me meewandelt. Dus rouw is iets wat bij me hoort. Iets wat ik met me meeneem. Ja. 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 Je beschrijft rouw in je boek ook als iets heel lichamelijks. Ja. Je noemt in de tijd dat je er niet zo mee bezig bent, dat je toch een bepaalde zwaarte voelt. Hè? Alsof het iets tegen je organen drukt. Ja. En later beschrijf je zo mooi die reis naar Spitsbergen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Zeker, ja. Ik denk, mijn ouders gingen. Waren dus overleden. Mijn vader stierf toen ik 19 was, mijn moeder toen ik 23 was. En daarna braken er, waren natuurlijk eerst echt, ik zou bijna zeggen, die tropenjaren van rouw. Maar dus waarin het niet te negeren was. Maar daarna brak er eigenlijk een periode aan waarin het gewoon waarin er andere dingen belangrijk waren. Het opbouwen van mijn leven en waarin die rouw wat minder op de voorgrond was, wat meer naar de achtergrond was geraakt. Tot op een punt dat ik er eigenlijk het contact mee verloren was. Maar ondertussen inderdaad voelde ik wel eens een zwaarte in mijn lichaam. Of dacht ik ook wel eens na van, dit kan toch niet weg zijn? Dat kan toch niet? Ik ging inderdaad 2 jaar geleden nu voor mijn werk naar Spitsbergen. Dat is een van de leuke dingen soms van freelance journalist zijn. Dat je af en toe reisverhalen mag maken. En dit was een heel bijzondere reis. Want ik ging helemaal naar Spitsbergen. Dat is echt het uiterste puntje van de wereld. Dus vlakbij de Noordpool. En daar ben ik in een sneeuwstorm terechtgekomen. We gingen die dag met een sneeuwscooter op pad. En Spitsbergen bestaat echt uit niets anders dan er zijn een paar kleine nederzettingjes, maar verder is het één grote woestenij van ijs en bergen en sneeuw en gletsjers. En er was slecht weer voorspeld en we kwamen toen in een sneeuwstorm terecht. En dat was gewoon een waanzinnige ervaring.
alleen maar sneeuw, wind, wit. Ik kon niks voor ogen zien. De mensen voor me niet, de mensen achter me niet. Ik wist niet meer wat links, wat rechts was, wat boven of onder was. Het was echt een hele heftige ervaring. En midden in die sneeuwstorm gebeurde er iets met me. En begon ik ineens heel erg te schreeuwen en te huilen. En er kwamen er allerlei hele diepe emoties... uit me, werden als het ware uit me getrokken, bleek het wel. En je omschrijft daarna ook zo, dat vind ik weer zo'n lichamelijke omschrijving van, na die ervaring, dat je veel lichter voelde. Licht als een veertje, schrijf je zelfs. Ja, precies. Volgens mij schrijf ik ook alsof ik een paar te krap zittende schoenen had uitgedaan. Oh, ja. Ja, dat was een heel goed gevoel. En iets losgelaten. Ja, hè? Dat was echt een heel goed gevoel. En toch ging je dat niet uitgebreid vertellen in je vriendenkring. Nee, ik heb die ervaring voor mezelf gehouden, heel lang. En ik vond het ook in mijn boek een spannend hoofdstuk om op te schrijven. Omdat het zo... Omdat het zo'n ongefilterd moment was. Er waren geen enkele maskers of geen enkel decorum was er meer. Het was gewoon... Dus ja, puur. Pure, onversneden verdriet, woede. En dat is ook kwetsbaar natuurlijk. Dus ik denk dat ik... Ja, nee, ik heb dat heel lang voor mezelf gehouden. Maar ik wist wel meteen, toen ik met het boek begon, dat het er wel in moest. Want dat is uiteindelijk een sleutelmoment geweest. Ook in mijn eigen rouw. Ja. Mede door die ervaring op Spitsbergen en ook doordat er allerlei andere dingen in mijn leven op dat moment een beetje aan het rommelen waren. Ik zat een beetje in een soort dertigerscrisis waarin er gewoon een heleboel dingen tot ontevredenheid stemde. Ik zat niet goed in mijn vel. Ik had een lichte depressie. Stelde mijn therapeut vast. Maar ik ben toen inderdaad in therapie gegaan. En daar bleek dus dat er gewoon nog heel veel verdriet eigenlijk zat. Ja, verdriet dat ik jarenlang eigenlijk niet aan het voelen was. En daarmee ook niet aan het erkennen was. Ja. 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 Het ligt ook heel dichtbij wat een bekende traumatherapeut, Steven Levine, zegt. Zo van, die schreeuw, hè, die oerkreet of die schreeuw die je niet hebt kunnen schreeuwen op het moment dat het je gebeurde. Dat je eigenlijk misschien wel heel hard wil schreeuwen. En hij werkt zo ook, hè, om die schreeuw dan te laten komen. Bij jou kwam die vanzelf in Spitsbergen, dus dat is nog... Hij werd uitgelokt, die schreeuw. Ja. Maar hij moest wel van heel ver komen. Ja. Ik vind het heel mooi inderdaad wat je zegt. Ik denk inderdaad dat er gewoon na de dood van mijn ouders zoveel momenten waren waarop ik wilde schreeuwen. En het echt wilde uitkrijzen gewoon. Van pure wanhoop en verdriet. En dat ik me zo tekort gedaan voelde door het leven en dat ik dacht, what the fuck, weet je wel, waarom overkomt me dit? Die frustratie, die woede en ook van zo erg mijn ouders missen en dat toch niet helemaal, dat nooit zo op die manier, daar nooit echt uiting aan hebben gegeven. Ja. Dat realiseerde ik me na Spitsbergen, van hoe vaak ik dat niet aan het... Hoe vaak je het ingehouden had. Hoe vaak ik het ingehouden had. Ja. 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 Ik vond het nog een hele mooie uitspraak die ook zo lichamelijk is. Van, ik heb hem zelfs in mijn laatste boek Natrailtijd gebruikt volgens mij. Wat ik nog zorg dat je dat krijgt, dat had ik mee willen nemen vandaag. Nou ja, liever. Want verdriet moet ademen. Ja. Ja. Ja, zo ben ik het gaan zien. Dus Het eigenlijk het niet voelen van verdriet, of het wegduwen van verdriet, hè, ben ik een beetje gaan zien als het verstikken ervan. Ja. Dus mijn therapeut zei volgens mij een keer, je hebt er een deken overheen gelegd. Of je kan het ook zien als een bal die je in het water zo naar beneden zo probeert te duwen. En het stomme is, dat gebeurt natuurlijk onbewust. Mm-hmm. Ik had helemaal niet door dat ik dat aan het doen was. Ik had af en toe wel eens ideeën van, wat ik net ook zei, van dit kan toch niet. Het kan toch niet zo goed gaan met me. Het kan toch niet zo zijn dat ik de dood van mijn ouders verwerkt heb. Ja. Om dat vreselijke woord maar eens te gebruiken.
Maar ja, ja daar, dus ik had die sneeuwstorm op Spitsbergen eigenlijk. We moesten echt letterlijk naar het uiterste puntje van de aarde reizen om daarachter te komen. Dat ik het dus aan het verstikken was, ja. Dat verdriet. Dus soms moeten we heel ver gaan voordat we zover komen. Dat ja, is... nou eigenlijk ben ik dankbaar voor die ervaring. Want dat heeft mij echt doen inzien wat ik ook, misschien wel een beetje wat ik mezelf aan het ontzeggen was ook. Je luistert naar de podcast De Verliescirkel. Vandaag is Riet Vedelaars-Jaspers in gesprek met Gijs van der Sanden. Van het boek Dingen die je vergeet, rouwen voor beginners. Hij zegt van verdriet moet ademen, verdriet moet ruimte krijgen. Je zegt ook ergens, je moet voor je verdriet zorgen. Ja, ja, zo ben ik het wel gaan zien. Rouw is er nu eenmaal. Ja. En als je dat eenmaal door hebt, dan kun je wel heel hard gaan proberen om die rouw te negeren of te verdoven of om het geen aandacht te geven. Maar ja, ik ben er inmiddels achter gekomen dat ik als het er dan toch is, ja, dan kan ik er maar beter een goede verstandhouding mee hebben. Ondanks het feit dat ik dit boek heb geschreven en heel wat uren op de bank bij mijn therapeut heb doorgebracht en heel veel boeken over rouw heb gelezen en regelmatig stukken over schrijf, dat betekent niet dat ik... Bij mij gaat het ook nog wel eens natuurlijk mis. Ik bedoel, ik ben ook nog... betrap mezelf ook nog vaak op van... nu ben ik dat weer aan het doen. Mm-hmm. Nu ben ik weer die bal naar beneden aan het duwen. Je bent nog steeds geen perfecte rouwer. Nee, geen perfecte rouwer. Nee. Dus de goed genoeg rouwer. Ja. Laten we dat die term eens introduceren. Ja. De goed genoeg rouwer. Ja. Waar het ook af en toe niet helemaal gaat zoals je het voorgenomen hebt. Ja, mooie term. Ja. Ja. Je schrijft ook in je boek over dat de relatie met je ouders zo gestold is in de tijd. En misschien ook wel dat je zelf gestold bent in de tijd. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel daarmee dat, dat de relatie met mijn ouders is gestopt op het moment dat zij doodgingen. Dus ik was 19 toen mijn vader stierf. 23 toen mijn moeder stierf. En... Dus op een bepaalde manier zal ik altijd die 19-jarige blijven en ik zal altijd die 23-jarige blijven. Dus wat ik heel moeilijk heb gevonden en nog altijd vind, is dat ik niet een echte volwassen relatie en daarmee een wat meer wederkerige relatie met mijn ouders heb kunnen opbouwen. En in mijn geval werd ik inderdaad nog af en toe gesponsord door mijn ouders en hielpen ze met van alles als er weer eens geklust of verhuisd moest worden. En ik heb die dienst, dat klinkt dan alsof het zo'n soort transactie is, maar ik heb dat nooit terug kunnen doen voor ze. Ja. En dat blijft moeilijk voor me. Mm-hmm. Dat blijft een pijnpunt. Dus als je bij vrienden ziet wat zij voor hun ouders kunnen doen. Ja. Als hun ouders ergens naartoe kunnen rijden of kunnen hun ouders helpen verhuizen. Ja, precies. Nee, daar kijk ik altijd met heel veel afgunst. Ja. Ik bedoel, ik gun het ze. Ik denk dat mijn vrienden vaak ook niet doorhebben hoe betekenisvol dat is. Mm-hmm. Als je dat kan doen voor je ouders. Ja. Wat een recent nieuw inzicht van me is dat je, dat je ook met je overleden dierbaren ook een verstandhouding kan hebben. Mm-hmm. Dus dat ook al zijn ze dood, dat je toch nog, dat ze toch nog een rol in je leven kunnen vervullen. Ik probeer de laatste tijd na te denken over manieren waarop ik ze wat meer toch weer in mijn leven hier en nu kan betrekken. Hoe doe je dat bijvoorbeeld? Door wat vaker over ze te praten. Ook in relatie met vrienden. Dat heb ik heel lang niet gedaan. Maar als het bijvoorbeeld gaat over... Als zij iets vertellen over hun ouders, ga ik nu wat vaker ook wat over mijn ouders vertellen. Je haalt ze weer meer naar me toe. Ik haal ze meer naar me toe. Ja. Ja, dat heb ik heel lang niet gedaan. En ik merk dat ze... Dat is eigenlijk wel mooi om te merken. Dat ze daardoor ook letterlijk wat meer aanwezig weer zijn. Zo heb ik heel lang dagboeken bijgehouden die ik rechtstreeks tot mijn ouders richtte. Dus, en dan stelde ik me voor dat datgene wat ik opschreef, dat mijn ouders dat ook lazen.
En het is wel grappig, op een gegeven moment is er een kentering, heeft er een kentering plaatsgevonden. Ik denk ergens misschien vijf, zes jaar daarna. Waarin ik daarmee, ineens hield ik daarmee op. Ineens schreef ik niet meer rechtstreeks naar ze. En denk van, oh ja, dan had ik dat op dat moment misschien niet meer zo nodig. Mm-hmm. Ja. Ja, maar dat heb ik nog heel lang gedaan. Gewoon echt rechtstreeks. Dan niet van, nou, vandaag heb ik dit en dit ontbeten. Nee, niet zo feitelijk. Niet zo feitelijk, maar meer van bij bepaalde ja, belangrijke momenten. Dilemma's of zo. Dilemma's, ja. Betrok ik ze daarmee, daarin. Ja. 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 Je bent heel erg gecharmeerd van het boek van Megan Devine. Hè? Het is oké om je niet oké te voelen. Ja. En zij heeft het ook bijvoorbeeld over rauw vocabulaire. Hè? En jij schrijft daar eigenlijk ook over, hè? Van die teksten die eigenlijk nergens op slaan. Die troostrijk zouden die moeten zijn. Die troostrijke zou. Ja, kijk, ik denk dat iedereen die rouwt heeft wel, kent wel, denk ik, die ervaring van dat iemand iets tegen je zegt. En dan zeggen we altijd, het is goed bedoeld, maar het komt toch helemaal verkeerd aan. En vaak zijn dat teksten die troostrijk moeten zijn, maar dat dan helemaal niet zijn. En ik heb inderdaad in mijn boek een soort heel kort onderzoekje gedaan naar rouwkaarten, wat niet veel meer inhield dan even naar hallmark.nl surfen en de rouwkaarten, de teksten die erop staan. En dan kom je inderdaad heel veel teksten tegen als wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt. In elke traan van verdriet glinstert een mooie herinnering. Eindeloos van dat soort beetje, nou ja, ik zou wel willen zeggen tenenkrommende frazen, ja. Of inspirational quotes, hoe je het ook wil noemen. Maar wat hoor je daar dan in? Nou, kijk, allereerst dacht ik van, nou, het is goed bedoeld, het komt niet helemaal goed aan. Maar door het boek van Megan Devine ben ik me eigenlijk bewust geworden van wat er echt gewoonweg kwalijk is en dat soort frazen. Namelijk dat er een relativering in zit. Namelijk, je bent nu aan het huilen, maar in elke traan schuilt een mooie herinnering. Dus droog nu maar je tranen. Of je bent nu aan het huilen, maar moeder blijft toch altijd dichtbij, dus huppakee. Mm-hmm. Ga nu maar weer verder. Ja. Weet je wel? En ik denk dat we dus in onze taal, die we gebruiken rondom rouw, in de metaforen die we gebruiken, alle woorden die rondom rouw hangen, daarin zit nooit erkenning. Mm-hmm. Dat is altijd weg ermee, op mm-hmm. een of andere manier. Hè? Rouw, oplossen. Oplossen, rouwverwerken. Verwerken, daar nog over hebben, ja. Ja, precies. Verdriet, een plekje geven, al die dingen is allemaal, ja. Rouw is onprettig en we moeten er zo snel mogelijk vanaf. Mm-hmm. Daar ben ik me ook mede, ja, door het werken aan mijn boek gewoon heel erg bewust van geworden. Hoe dat ongemak met rouw en ons, hoe oncomfortabel we ermee zijn. Gijs is enthousiast over Megan Devine, maar over Sheryl Sandberg, die Option B schreef over haar rouw, is hij minder enthousiast. Ja, ik las ergens op een blog een keer van The Silicon Valley Way of Grief over dat boek. Ik dacht van, ja, dat is inderdaad precies wat het is. Namelijk rouw zien als een kans op self-improvement, zelfverbetering. Dus eigenlijk de boodschap die zij propageert is, we kunnen niets doen aan de verliezen die ons ten deel vallen, maar hoe we daarmee omgaan wel. En als we maar genoeg hard genoeg werken, dan komen we er als een sterker mens uit. Mm-hmm. En dat is een verhaal, denk ik, dat we heel graag willen horen van mensen die ellende hebben meegemaakt. Dat ze echt een soort transformatie hebben meegemaakt, een positieve transformatie. Ja, positieve met name, ja. Ja. Mm-hmm. Ik zag laatst ook op de cover van Happiness, dat zingevingstijdschrift staan van, dat was dan, stond er zoiets op van, pas toen ik alles kwijt was, begon voor mij het leven of zo. Weet je wel, dat soort verhalen, ja. dat narratief, dat horen we graag. Ja. Of Nietzsche van, ja, Nietzsche, that what doesn't kill you only makes you stronger. Ja. En kijk, wat ik niet wil doen is zeggen dat dat niet legitiem is of dat het niet mag of zo. Hè? Ik kan me best wel voorstellen dat mensen, sommige mensen dat ook daadwerkelijk zo ervaren of dat een prettige gedachte vinden. Maar waar ik een beetje moeite mee heb, is dat er ook een soort iets normatiefs van uit lijkt te gaan. Namelijk dat verliezen ergens goed voor moeten zijn. En daar ben ik het gewoon helemaal niet mee eens. Ik denk
eigenlijk dat ik helemaal niks aan de dood van mijn ouders heb gehad, bijvoorbeeld. Ik fantaseer nog geregeld over het scenario dat het gewoon niet was gebeurd. Zowel mijn vader als mijn moeder. Dat ze nooit in die noodlottige seconde dood waren neergevallen. Dat we dat gewoon even hadden overgeslagen. Mm-hmm. En dat ze nu nog gewoon vrolijk rondliepen. Ja. En ik denk dat we heel lang hebben gedacht dat dat betekent, als je dat soort gedachten nog hebt, dat je je rouw niet hebt verwerkt. Het lijkt wel een soort balans of een saldo. Zo van, hier is je verlies, maar daar is de winst. Ja, ja, exact. Ja, ja, precies dat. Mm-hmm. En ja, daar heb ik gewoon moeite mee, met die gedachten. En ik heb er niet alleen moeite mee, ik denk ook dat ik eronder geleden heb in mijn rouwproces. Toch het idee dat het op een gegeven moment klaar moet zijn. Niet alleen klaar, dat ik er ook op een of andere manier van gegroeid zou moeten zijn. Mm-hmm. Ja. Terwijl het je ergens ook verzwakt, zeg je. Ja. 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 En dat in die erkenning schuilt dan juist weer troost. Dat voor jou en niet. Voor mij. Ja. Voor mij. Ja. Ja. Precies. Je noemde net het woord verwerken, hè? Ja. Daar heb ik ook een hartgrondige hekel aan. Dus ja. Daar wil ik het nog graag. Wat betekent dat woord voor jou, verwerken? Ja, verwerken betekent het letterlijk wegmaken van iets. Hè? Jij zegt inderdaad afval verwerk je. Nou, inderdaad. Ja, zo noem ik het. Afval verwerk je. Ja. Rauw verwerk je niet. Nee, precies. Ik denk dat dat woord meer kwaad dan goed doet. En het is ongelooflijk hoe vaak we dat woord nog tegenkomen. Ook binnen de GGZ zelf. Hè? Dus als je gaat googlen op rouw, dan, en je gaat naar thuisarts.nl bijvoorbeeld, mm-hmm. Dat noem ik ook in mijn boek. Wat toch het eerste, alle huisartsen zeggen, je moet altijd eerst naar thuisarts.nl gaan, want daar vind je alle informatie die je nodig hebt over fysieke of mentale klachten. En dan vind je gewoon alleen maar bij rouw die 5 fases van Kubler-Ross, die we inmiddels allemaal beu zijn, maar toch, die staan er nog. Het woord verwerken. Die overigens vaak verkeerd geïnterpreteerd zijn, hè? Ja, dus heeft zij het nooit bedoeld. Nee. Nee, precies. Ja, dat weet ik inderdaad. Dat zegt denk ik ook alles over hoe graag we rouw willen verwerken. Mm-hmm. Het stadium van aanvaarden. Aanvaarden, ja, precies. Het is wel mooi dat met David Kessler, die met haar de laatste boeken geschreven heeft. En met name ook, want zij heeft ooit die fase gemaakt voor het ziekteproces en niet voor bij de dood. Voor mensen die gaan sterven, ja. David Kessler heeft dat met haar die laatste boeken daarover wel geschreven. En die heeft nu een zesde fase. Een zesde fase. Maar dat heeft hij geschreven nadat zijn zoon overleden is. Ja. En toen hij toch voelde van, het klopt ergens, ik mis nog iets. Ja. Meaning heeft meaning, het. Ja, betekenisgeving. Ja, dat vind ik een hele waardevolle zesde fase. Ja. En dat zit dus ook in dat woord verwerken. Het is niet alleen maar een beschrijving van iets, van rouw verwerken, maar ook van je moet. Dat klinkt er voor mij in door, van rouw, oh, dat moet je dus verwerken. Ja, het creëert een werkelijkheid, hè? Ja, exact. Het creëert een werkelijkheid, woorden. Ik gebruik vaak het woord verweven, vind ik mooier. Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, dus het hoort bij je en het moet, of ja, het gaat bij je horen. Het maakt je wie je bent. De bladzijden in je levensboek, ook die zwarte bladzijden, gaan erbij horen. Dat vind ik kloppender. Ja. Veel kloppender. En alleen al dat je dit nu zo zegt, dat geeft mij al lucht. Maar woorden blijven moeilijk. Ja. En ook gevoelig, hè? Want de een geen moeite mee heeft, vindt de ander weer een verschrikkelijk woord. Oh, zeker, ja. Kijk, ik ben heel gevoelig voor die rouwkaarten. Ik vind het tenen krommen, maar misschien vinden andere mensen het prachtig als ze een rouwkaart krijgen met wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar wie ben ik om het te veroordelen? Ja. Ja. Dus dat is ook wel wat ik in mijn boek heel erg benadruk. Van mijn verhaal is een verhaal over rouw. Ja. En ik wil heel erg oppassen, dat probeer ik altijd heel erg niet te doen, met een soort van algemeen geldende uitspraak te komen. Want iedereen is weer anders daarin. Het is een cliché, maar het is wel zo. Ja. Ja. Wat ik ook vaak merk, ik ben na de dood van mijn ouders altijd heel
op me, ja, nou het klinkt net alsof ik mezelf een schouderklopje geef, zo bedoel ik het absoluut niet, maar opmerkzaam als ik weet dat er ergens in mijn omgeving iemand is die ook een verlies heeft geleden. En ik herinner me nog heel goed dat er een paar jaar terug was ik op een verjaardagsfeestje en toen was er een jongen waarvan ik wist dat zijn vader was overleden. En ik zag hem zo schichtig zo, ja, in een hoekje staan. En dat gevoel kende ik nog heel goed van toen mijn ouders waren overleden. Van, je bent heel erg bezig met wie in deze ruimte weet het, wie weet het niet. Hoe gaan ze mij, wat moet ik zeggen, wat moeten zij zeggen? En dat veroorzaakt stress en dat is onprettig. En ik was toen gewoon naar hem toe gelopen en ik zei, oh, ik heb gehoord van je vader. Uh-huh. En ik wil gewoon even zeggen dat ik dat weet. En dan daar gebeurde dus iets, want ik zag gewoon iets van zijn stress wegvallen. En toen hadden we het daar heel kort even over. En toen liepen we daarna naar de ijskast gewoon om een biertje te halen. Mm-hmm. Maar wat ik hiermee wil aangeven is dat soms een heel kort knikje, een heel korte erkenning van dat ik zie jou en dat verdriet. Dat kan al voldoende zijn om ruimte te maken voor een leuke avond. Ja. Dus ik zie jou inclusief je verdriet. Ja, ja. Dat is de erkenning. Ja, dat is echt dat kan een enorm verschil maken. Ja. Gijs, ik had jou gevraagd of je nog een mooie tekst wilde delen met degene die luisteren. En je pakt uit de boekenkasten het boek van Joan Didion, een heel bekend boek. Ja. De Engelse versie heb jij. Ja. Ja, ik denk, het boek heet The Year of Magical Thinking. En dat heeft... Joan Didion is een bekende Amerikaanse journalist en essayist. Die prachtige boeken heeft geschreven. En wereldberoemde essays. En ik denk dit boek... Nou, iedereen die met rouw te maken heeft gehad... en een beetje gaat googlen... stuit heel snel op dit boek. Het is denk ik echt een moderne rouwklassieker. Zij heeft bijna op een soort... Ja, ik zou willen zeggen... met bijna een soort chirurgische precisie... heeft zij ontleed wat rouw in haar geval is... na het overlijden van haar man... die plotseling overleed. En het boek begint meteen met een hele pijnlijke scène... namelijk dat zij in de keuken staat... is een salade aan het bereiden of iets dergelijks... en haar man zit aan de eettafel. John Gregory June heet haar man. Ook een bekende... is ook journalist. Anyway, en zij loopt van de keuken de eetkamer in... en ineens ziet ze haar man liggen... En wat ze aan het begin van het boek schrijft is... Life changes fast. Life changes in the instant. You sit down to dinner and life as you know it ends. En het zijn een paar hele simpele zinnen. Maar die resoneerden heel erg bij mij. Omdat natuurlijk mijn ouders ook allebei zo plotseling waren overleden. Gewoon zonder enige kans om me daarop voor te bereiden. En die woorden... resoneren nog altijd bij me als ik het lees. Ik denk van ja, dat is echt precies wat het is. Het is in een seconde kan je leven radicaal door elkaar geschud zijn. En zo vreed kan het zijn. Ja. En daar dan mee omgaan, daar je weg in vinden. Ja. Dankjewel, Gijs, voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Elke maand komt er een nieuwe aflevering van de Verliescirkel online. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast.